titel van alweer de vierde aflevering van Moordspel. Vrijdagavond 20 februari bij de Tros op Nederland 1. Doe uw plicht als staatsburger. En help ons met het oplossen van deze moord via de welbekende moordspelkaarten. Maar daar ga ik u straks nog even alles over vertellen. Eerst ga ik u wat spannende beelden laten zien van de volgende week. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor de koning van de illusie, de grote Cepalini, met zijn charmante assistente prinses Tara en hun ijzersterke act met het ijzerlijke zwaardenkabinet. Wat ga je met me doen? Illusie is het geheim van de wonderbaarlijke magier Cepalini. Maar vanavond wordt illusie harde werkelijkheid. Het optreden van zijn mooie assistente zal haar laatste zijn. Wat scheelt het aan die onzin? Als zij in leven blijft, is zij de echte prinses Tara. De zwaarden zijn echt en het bloed is echt. Maar is Zeppalini's paniek ook echt? Of was hij bang dat Tara zijn act zou stelen en komt haar dood hem goed uit? Als zij het nummer van ons steelt en het met een ander gaat doen, dan zijn we geruineerd, schat. Waarom heeft u eigenlijk maar één act? In dit vak, kind, duurt het jaren voordat je een nummer hebt opgebouwd. Eén truc. Nooit een truc, schat. Illusie. Natuurlijk, lieverd. Illusie. Echtgenote Lily, verantwoordelijk voor de techniek van het nummer, was vroeger Zepp's assistente. Nu is ze te oud en jaloers op de mooie maar pikkelharde Tara. Wat een handig apparaatje, Zepp. Wie heeft dat voor je bedacht? Ik ga jou mijn geheim niet verklappen. Oh nee, een wedde. Als jij iets van plan bent, dame, dan lig je wel tussen zes planken, hè? Denk eraan. Diana is niet alleen de rechterhand van toneelmeester Ton, ze is ook zijn vriendin. Ze worden afgeluisterd wanneer zij hun nogal duistere problemen in de gang bespreken. Ik weet dat Tara weet dat jij de kas hebt getild. En ik weet ook dat ze je chanteert. Oké, ze chanteert me, maar dat kan ik best zelf af. Oh, kan jij dat best zelf af? Je komt anderhalve ton tekort over het afgelopen jaar. Als ze daar achter komen, dan beland je niet achter slot en grendel, maar met een steen om je nek in de Amstel. Ton ziet Tara graag van het toneel verdwijnen. Niet alleen figuurlijk, maar nog liever letterlijk. Daar heeft hij, als zijn criminele verleden aan het licht komt, alle reden toe. Wat ga je met Tara doen? Begin daar nou niet over, wil je? Ik heb nog maar anderhalve minuut en ik wil even een keutje leggen. Jij kan maar beter naar me luisteren en gauw ook. En dan de mysterieuze Bob van Dam. De relatie met zijn vrouw, de prinses Tara, is verslechterd. Wat voor bedoelingen heeft hij als hij zich verborgen houdt in de artiestenfoyer? Hé, hey, wie ben je? Oh, ik repareer de afstandsbediening. Is weer oké? Goedenavond. Goedenavond. Eén van deze vijf verdachten is schuldig aan de gruwelijke dood van prinses Tara. Is het Zeppalini zelf, als de dood dat zijn act, zijn levenswerk hem wordt ontfutseld? Is het Lily, die naar de achtergrond is geschoven door de jongere en mooiere assistenten van haar man? Is het Diana, die door het vuur gaat voor toneelmeester Ton en die weet dat Tara gevaarlijk voor hem is? Is het Ton zelf, een harde jongen die niet van plan is werkeloos toe te zien als hij door Tara gechanteerd wordt? Of Bob van Dam, de in de steek gelaten echtgenoot van Tara, die zich op verdachte wijze verbergt in het theater. Vijf verdachten, vijf kandidaten. Eén van hen heeft een slecht geweten in de volgende aflevering van Moordspel. Het duizelt u misschien een beetje met al die daders, maar u kunt hun namen en foto's nog een keer rustig bekijken op de Moordspelkaart. Gratis verkrijgbaar bij de postkantoren, in het Jubilerende Weekblad en bijvoorbeeld bij bepaalde autodealers, bij slijterijen, drogisterijen, audio- en videozaken en alle andere adressen waar de Moordspelposter hangt. U vult de kaart in, u kruist de dader aan en u moet deze week het zinnetje afmaken. Ik blijf toch vrijdagavond thuis, ... want dan is Moordspel op de buis. Hoe kom je erop? Uit de goede inzending selecteren wij weer 100 winnaars. Die komen dan de week daarna op vrijdag 27 februari naar de studio en strijden daarom 75.000 gulden aan prijzen. De auto. De droomreis. Video 8 camera's. En nog heel veel meer. Denk erom, uw inzendingen moeten bij ons binnen zijn uiterlijk woensdag 18 februari. Doe mee en misschien wordt uw illusie werkelijkheid bij Moordspel. Nou. Een verrassende ontknoping. Wie had dat nou gedacht van die vrouw? Een drama op zee. In de woelige zee van de omroep heeft u het meeste houvast aan de Tros. Wie op het Troskompas vaart, die vaart wel. 26 weken lang, voor 10 gulden, is nog geen 4 dubbeltjes per week. Bel nu 020-802-802. 035-715-715.
Doe het nou, want als u het niet doet, zou het doodzonde zijn. Dag. Tot volgende week. Over enkele minuten schakelen we over naar de redactie van Tros Actua. Een half uur later ziet u in Tros Tele Thriller commissaris Kress in zijn tweede zaak als opvolger van Onze Ouwe. Tot zo. Show van de Tros. Hier is uw presentator, Ron Brandsteder. Beste kijkers, welkom bij alweer een aflevering van Moordspel. Het duurt nog een maand voordat de lente begint, dus het is nog steeds winter. Dus we kunnen nog steeds moorden oplossen, lekker knus met z'n allen bij elkaar op de winteravond. Welkom mensen thuis, welkom alle mensen in de zaal. De panelleden die ga ik zo aan u voorstellen. Maar dit zijn de mensen waar het vanavond eigenlijk een beetje om gaat. De 100 winnaars die de moordspelkaarten juist hebben ingevuld. Hartelijk welkom. Fantastisch. Daar. Weet u wel dat u voor uzelf zit te klappen? Dat zeg ik net tegen die mevrouw. En wat zei u toen? Succes. Ja. Oh, jullie wensen elkaar succes, hè? Uit alle delen van het land zijn ze gekomen. De kaart juist ingevuld, nog een slagzinnetje erbij gezet. Waar komt u nou bijvoorbeeld vandaan? Amsterdam. Zo, dat is nog een ent, hè? Jongen, ben je vroeg van huis gegaan vanmorgen? Oh, zeker, 10:30. Ja. En u, waar komt u vandaan? Arnhem. Arnhem, daar is alweer een stukje verder, hè? Is het museum weer open of nog steeds dicht? Ik weet niet, het weekend was open, maar... Oh, nou, ik hoop dat jullie lekker weer treffen, hè? Met zo'n open museum, dat is toch wel heel belangrijk. Goed, houden jullie van slapstick? Ja, hè? Ja? Gaan we nu kijken naar een stukje onvervalste slapstick. Want u weet, wekelijks op de radio, Tros Radio 1, laten de mensen hun boodschappen in de wagentjes glijden bij Bram van der Weijden. Vorige week hadden we nummer 101, waar Anja en Ton Looyinga. Zij gingen sfeervol, relaxed winkelen in een supermarkt in Almere stad. Wow. Dag Ron, dag dames en heren thuis.
3 minuten gratis winkelen voor mevrouw meneer Looyinga uit Deventer. We hebben verschrikkelijk veel reacties gehad en we hebben besloten vanwege de chaos een aantal spelregels in te voeren. Allemaal heel simpel, maar we proberen wel om zoveel mogelijk weer in de kar te krijgen. Mevrouw meneer Looyinga, u bent er klaar voor? Ja hoor. U bent er ook klaar voor? Ja hoor. Dan gaan we nu aftellen. Let op. 3, 2, 1. En dan gaan we. Zo, en we zitten met de koffie. En dat met twee handen tegelijk. Kom op, gooi je erin. Mevrouw Looyinga, die gaat de flink leeg aan. 3,95, stopcontact. Ik weet niet wat ze ermee wil, maar het gaat er in ieder geval niet langer. Daar gaat de fiets. Afgelopen. Ja, Ron, ik kan het. De uitslag weet ik niet. Eén ding weet ik wel, je hebt het al een paar weken gehad over blikjes krap. Hier heb jij van mij een blikje krap. Dankjewel, Bram. Fijne jongen. Zo. Ja, dit is even een handige tip. Jongens, wat een winkel, hè. Maar ja, je kan je wel voorstellen dat die mensen leven in een roes, hè. Je ziet niet eens wat je pakt, of het nou een fiets is of een steelpannetje. Maar goed, de gelukkige die morgen bij de Tros op Radio 1 in de Tros Nieuwsshow tussen 2 en 3 gaat winkelen, die ga ik nu uit de bak halen onder notarieel toezicht. Ik moet even niet kijken, een beetje onderop husselen. Zo. En dat is de gelukkige familie Hermelijn uit Weesp. En u weet het, als er streep naar de blikjes kan. Dames en heren, ik hoop vanavond dat u allemaal met een hoofdprijs naar huis gaat. Aan mij zal het niet liggen. Veel plezier, het lot ligt in uw eigen handen. En we gaan de dader ontmaskeren. Veel plezier. Ja, in alle consternatie ben ik de kassabon nog vergeten. En dat is heel belangrijk. Niet alleen omdat we graag willen weten hoeveel Anja en Ton Looyinga bij elkaar hadden. Maar het is ook belangrijk voor weer een ander trosspel op de radio. Het totaalbedrag. Minus het statiegeld wat eraf ging. 2795 gulden en 40 cent. Staat hier, hè? Staat hier. Dus kom weer. En dan nu, ons illustere panel vanavond. En de eerste man is een man die je geen knollen voor citroenen kan verkopen. Het is een zeer kieskeurig mens. Hij is al meer dan een kwart eeuw zeer prominent aanwezig op radio en televisie. Maar hij is altijd door de bomen het bos blijven zien. Willem Bokboom. Voor jou, dit applaus. Ik moet ook zeggen, er komt ook echt iemand binnen. Hè? Ja, ik weet niet hoe het is. Nou, altijd keurig in het pak. Ja. Beetje grote maten. En je bent er ook helemaal aanwezig. Ja, maar ik ga altijd zo naar de camera staan. Ja, waarom? Kijk, zo. Ja? Nou, dan zien ze de zijkant niet. Oh. Want dan kan je pas zien echt hoe groot dat pak is. Dus. Ja, je profiel, ja. Hè. Ja. Willem, we zijn blij met jou en je profiel. En je hebt al vele jaren heb je van alles gedaan, kieskeurig, koninkklant, je doet het met het oog op morgen, je bent een ondenkbaar, je bent niet weg te denken bedoel ik bij sterrenslag. Niet weg te branden. Niet weg te branden, dat wou ik niet zeggen. Is er ooit nog iets wat jij nog zou willen doen, een geheime wens die nog nooit in vervulling is gegaan? Op radio, op televisie? Een mooi showprogramma presenteren. Ja, dat kan dus niet. Waarom niet? Jij kan toch wel eens een keer ziek zijn, of zo? Ja. He? En een klein griepje. Leuk is dat, hoor. En dan nemen ze mij. Ja. En dan word ik ontdekt. Ja. En dan hoef jij niet meer. Leuk, hè? Hoe ze met elkaar omgaan. Dat is zo leuk. Nou, mag ik je bezoeken? Ja, dankjewel. Om plaats te nemen, ja. Heel leuk, Willem. Ons tweede panellid is een luidruchtige dame. Zij spreekt vele harde waarheden en als ze die uit, dan ligt half Nederland in een deuk. Zij is de dienstbode met de meeste praatjes. Meer dan 7 jaar is zij Mien Dobbelsteen. Vanavond in ons panel, Carrie Tepsen. Goeiedag.
Zalkes, hè? Ongelooflijk. Ja, daar kom je Zalkes tegen, ja. Mensen. Want dat gebeurt natuurlijk niet, hè? Als je speelt in een serie. Soms. Zonder publiek. Vind je dat niet jammer? Ja, maar ik zie ze wel eens op straat. En dan opeens dan grijpen ze me vast en zeggen ze... Hamien, hallo, hallo, hallo. Oh. Nou, dat gebeurt mij dan. Oh. Wat heerlijk lijkt me dan. En soms ontzettend van. Maar, dus je komt me wel op straat? Jawel. Ja. En verder ben je druk met de musical Boefje? Ja. Ja, ja. En in Carré ga je spelen? Nou, we gaan vanaf 18 maart staan we een paar dagen in Carré, Amsterdam. En aankomend weekend, zaterdag en zondagmiddag, zitten we in Almere. En daar is een leuke matinee, neem gerust je kinderen mee. Dat rijmt. Zeggen. Zo, dit is even mijn reclamespot geweest. Ja, Boef. Ga maar gauw zitten. Ja. Carré Kremsen. En dan nu ons derde panelid. En wij zijn zeer in onze sas met zijn gevoel voor humor. We kennen hem in ontelbare vermommingen als Arie Beukennoot, Flip Fluitketel, Simon Nijgaren en meneer de Bok. En binnenkort op uw scherm als app-oorklep. Het is de meest kastanjebruine comediant ter wereld. Hier is André van Duin. Is dat heerlijk? Is dat fijn? Feest van herkenning. Ik heb nog helemaal niks gedaan. En dan nu al zo... Een feest van herkenning. Een Blijf, feest hoor. Van herkenning. Ja, ik herken die ook gelijk. Ja, hè? André, we weten dat jij van lachen houdt. We weten dat je ook van gezelligheid houdt. Hou je ook van spelletjes? Ja, ik ben gek op rummikuppen bijvoorbeeld, vind ik heel leuk. Ja. Ja. Was dat niet de bedoeling? Nee, deze... Een moordspel. Oh ja, vind ik ook. Ja, moordspel vind ik ook heel leuk. Ja. Moordspel. Oké. Verder stellen wij het heel erg op prijs dat je hier vanavond bent. Want, mag ik het zeggen? Wat? André van Duin, die is vandaag, vanavond, hij geeft het volgend jaar weer hier, 40 jaar. Hij is jarig. Tada! Ze zaten thuis ook zo. Ja. Oh. Het was een geintje, het is helemaal niet waar. Hou zitten. Ja, dank je. Jongens, jongens. Gezellig, hè? Zo. Oh, mag ik jullie iets aanbieden? De Killer Cocktail is ons traditionele drankje. Wordt vanavond gebracht door de ook niet meer weg te denken Noor. Dankjewel, Noor. Noor. Zo, en als iedereen dan heeft... dan zou ik graag willen beginnen met een toast op jou, André. Nog vele jaren in ons midden, met net zoveel plezier. En lang zal je leven. Dank Santé. Je Santé. Even serieus. We gaan ons met serieuze zaken bezighouden, dames en heren. We gaan u brengen in de wereld van het variété. De glitter en de glamour. We gaan naar een nachtclub in de hoofdstad. Op het toneel gebeuren wonderbaarlijke dingen. U zult uw ogen niet geloven. Aan de benemend is nog maar zwak uitgedrukt. Is het illusie? Is het magie? Of is het een mirakel? Wat u niet is, ziet, dat is er niet. En wat u wel ziet, dat is er ook helemaal niet. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Goedenavond, we present you de sensationele Zeppalini. Ik geloof het niet. U bent niet die echte ware prinses Tara. Jawel, jawel, ik smeer het u. Ik ben wel de echte prinses Tara. Dat zullen wij spoedig te weten komen. Die echte prinses Tara is onsterfelijk. Wat geef ik me doen? Een monster, gruwelijke, dikke, vette schot. Dat dikke vette heb ik niet afgesproken, hè? Ik kan jou op de proef stellen in mijn zwaardenkabinet. Oh, het is de laatste keer dat ik meedoe aan die onzin. Oh. Zij onderwerpt zich aan haar lot. Mag nu die meneer komen uit het publiek die ik gevraagd heb? Ah, daar bent u wel.
U kunt zich dan overtuigen van al mijn handelingen en die laatste spoor van twijfel bij dat publicum wegnemen. Wij hebben elkaar nooit eerder gezien, is dat waar? Mag ik dan nu uw naam weten? Bob. Meneer Bob! Graag. Wilt u nu het zwaardenkabinet controleren en constateren dat prinses Tara niet kan ontsnappen? Dan grijp ik nu die zwaarden der waarheid. Meneer Bob, zijn ze goed en sluit die kabinet de waarheid met het hangslot en steek de sleutel bij. En steek ik nu die zwaarden der waarheid door die kabinet. Als zij in leven blijft, is zij de echte prinses Tara. Correct, het werk is nog niet klaar. Musters? Musters! Inspecteur! Is iedereen weg? Iedereen weg, inspecteur. Goed, deuren dicht en voorlopig niemand binnen, hè? Deuren dicht. Oké, dank je, muster. Even ter zake, meneer De Vaal. U zou mij groot plezier doen om mij aan te spreken met mijn artiestennaam. Maestro Cepalini, again. Ja, dank u. Inspecteur, meneer Cepalini. Goed. U was alleen op het toneel met die meneer daar. Jezus, maar iemand uit het publiek heb ik nooit eerder gezien, nooit. Nee, nee. Nou, hij is een beetje in de war, ik heb hem maar even laten zitten. De rest van het publiek heb ik naar huis gestuurd. Was er misschien verder nog iemand op toneel in de coulissen, ja, meneer? Ik, Tom van Stralen. Ik ben de toneelmeester hier in deze club. En dit hier is mijn assistente, Diana Willems. En ik ben Lily de Vaal. Zij is de vrouw van Zep. Ah, ja. Ja, iedereen noemt hem Zep. Ja. Wij stonden daar, achter de lichtbox. En daar is hem geknoeid, inspecteur. Die verkeerde lamp ging branden. Rood moet hij zijn, niet groen. Totdat Tara op die groene knop drukt. Ja, ja, ja. Ik begrijp het. Zij heeft afstandsbediening in de kast. Afstandsbediening, zie. Ja, ja. Afstandsbediening. Musters. Musters! Leuk. Oh. Ja, wilt u mij misschien even uitleggen hoe die kast werkt? Goed. Spek. Zij de voorzichtig met die truc, hè? Molto pericoloso. Ik ben prinses Tara geboeid. Dan stop ik haar in die kabine. In die cabine. Als ik die deuren sluit, zij drukt op knop voor rood licht, rode knop. Dan zij maakt daar binnen het doel licht. Begrijp? Ja. Dan kunnen we zien, inspecteur? Goed. En dan zij drukt op de groene knop. Ja. Geef een groen licht. Ik breng mijn zwaard in kabinet der waarheid. Ja, 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 ja. Ja, ja. Musters, kom eruit. Musters, kom eruit. Don't take. Ja, ja. Druk eens op die groene knop. De groene? Nu. Daarheen. Nu. Rood? Er is met die lampen geknoeid. Iemand heeft ze verwisseld. Dat zou je wel zeggen, ja. Geef dat ding eens hier. Met deze knoppen is niks mis, hè. Rood links, groen rechts. Klopt. Ja. Maar als ik op de rode knop druk, krijg ik groen. Misschien heeft iemand de lampen verwisseld, inspecteur. Ik neem aan dat er niemand aan die lichtkast is geweest sinds het ongeval. Waarom zegt u dat? Ongeval? Hoe durf jij? Goed. Rustig nou maar, Sepp. Ze bedoelt er toch helemaal niks mee. Wel? Nee, niemand heeft met zijn vingers aan die lichtbox gezeten. Dat ding is van de Cepalini's en die doen daar heel Piet Luttig mee. Nee.
Was er misschien vanavond iets aparts, iets eigenaardigs aan die kast? Maar natuurlijk, inspecteur. Van hier moet die rode lamp links, die groene lamp rechts. En vanavond precies andersom. Dus toen Tara op de rode knop drukte in het kabinet, werd hij daar groen. Ja, ja. Mag ik misschien eventjes? Dat is mijn truc, hè? Ik leg het zelf wel uit. Dank u. Hoe kom je bij de lampen? Aan de achterkant? Juist, ja. Als je die twee schroefjes loshaalt, kun je zo die twee schijfjes eruit lichten. Ja. En verrek. Die panelen zijn ook verwisseld. Hoe bedoelt u? Nou, ik neem aan dat het groene paneel achter de groene lamp hoort en het rode achter de rode. Hoe is dat mogelijk? Als iemand de lampen heeft omgedraaid, heeft hij ook de panelen omgedraaid. Hij heeft gelijk, zegt die groene hoort daar. Verrek. Hé, hey, wacht eens. Ik mis een schroef. Wilt u er alsjeblieft niet aankomen? Wie heeft voor het laatst die panelen eruit gehaald? Dat moet Lily geweest zijn. We controleren altijd al onze spullen voor elke show. En vanavond was de groene lamp kapot. Schiet nou op, zeg. Van zeggen zij de kalm aan, Tara. Dit is van levensbelang, ja? Ach, man, ik doe het toch al een half jaar? En bovendien, als dat groen niet aangaat, dan sta jij gewoon voor joker op het toneel. Oké, die nieuwe groene zit erin. Druk op die groene knop. Hoera, druk op die groene knop, zegt ze. Ja, oké. En nou rood? Ook oké. Wat een handig apparaatje, Seth. Wie heeft dat voor je bedacht? Ik ga jou mijn geheim niet verklappen. Oh, nee. Een wedden. Als jij iets van plan bent, dame, dan lig je wel tussen zes planken, hè? Denk eraan. Oh ja, dat was ik nog vergeten om te vertellen. Er zijn twee konijnen ontsnapt in mijn kleedkamer. Die hebben een mooie strooie hoed opgegeven. Ah, wat spijt me dat nou. Ja, dat kan ik me voorstellen, want het was jouw hoed. Als zij het nummer van ons steelt en het met een ander gaat doen, dan zijn we geruïneerd, schat. Waarom heeft u eigenlijk maar één act? In dit vak, kind, duurt het jaren voordat je een nummer hebt opgebouwd. Eén truc. Nooit een truc, schat. Illusie. Natuurlijk, lieverd. Illusie. Hemel, is toch zo laat. Over 7 minuten moeten we op. Zeg, ik ga vast naar de konijnen. Doe jij die schroefjes er nou in, want je weet... Voorzichtigheid is de moeder van de verdwijntast. Ik weet het. Ja, doe nou maar. Waarom doe je toch al die moeite? Ik liet Lily hierachter terwijl ze met de schroefjes bezig was, dus ze begrijpt niet hoe je iemand heeft mee kunnen rommelen. Ja. Dus u heeft die schroeven aangedraaid? Ja, natuurlijk heb ik dat gedaan. Hier, Ton en Diana bij mijn getuigen. Klopt. Ik heb zelfs Diana de schroevendraaier geleend. Ging het wat sneller. Het is een mini-automaat. Oh ja. Mag ik eens zien? Oh ja, tuurlijk. Dank u. Ach, wat aardig zeg. Het is net een vulpen met een dop. Leuk ideetje voor Vaderdag. Ja. Alsjeblieft. Je hebt natuurlijk inderdaad een kleine schroevendraaier nodig, hè? Voor zulke kleine schroefjes. Kijk je maar niet zo naar ons. Wij hadden toch geen enkele reden om Tara dood te willen. Geloof die twee maar niet. Ik hoorde ze met elkaar praten vlak voor de show begon. Ze werden gechanteerd door Tara. Ze wilden er zeker wel kwijt. Ja, neem me niet kwalijk hoor, maar ik dacht dat u gewoon iemand uit de zaal was. Hoe weet u dat allemaal? Omdat ik vlak voor de show even achter was om mijn vrouw te zien. Uw vrouw? Wie is uw vrouw? Prinses Tara. Juist. Nou, dit is weer een ouderwets gezellig drama. Een lekker sfeertje daar in die nachtclub. Maar hier is de sfeer ontspannen in het Tros Thriller Theater. En in huiselijke kring hebben de panelleden alles gevolgd. Veel notities gemaakt. Wie mag ik het woord geven? Wie wil losbranden? Wat is de vraag? De vraag? ja, dat risico loop je met zo'n man in je panel. Nou niet wat is de vraag? Wat een vraag. Ik vraag maar. Je mag alles zeggen wat je wil. Wat denk je ervan? Wie nou, heeft het is moeilijk gedaan? Om een motief te vinden. Hè? De ene is dat die Bob zegt van dat ze gechanteerd worden. Maar aan de andere kant zal... hoe heet zij? Zeppelin? Nee. Diana Willemsen. Die is ook weer jaloers waarschijnlijk. Omdat die Zeppelin niet met die... met het mens wat nou dood is werkt.
Dus die heeft een reden om haar natuurlijk. Nou, dat is heel duidelijk allemaal wat je zegt, André. Ja, ja. Maar even voor de duidelijkheid. De vrouw van Zeppelini, die heeft vroeger als assistente gewerkt. Oh. Dus dat is een beetje haar motief. Haar taak is overgenomen door de mooie prinses Tara. Oh. En die andere vrouw, die Diana, die is assistent van de toneelmeester. Ah. Ik begrijp dat je... Hebben die al gezien? De toneelmeester die is ook al in beeld geweest. In beeld geweest. Oh. Maar ja, jij bent jarig. Ja, ik kan mij niet rekenen nu. Nee, je kan jou niet rekenen. Carrie, Wim. Nou, kijk. Manfred wordt beïnvloed door... Ik bedoel, Ton wordt beïnvloed door Diana, maar gaat met Bob. Die mans is... Maar... Kan, nee, denk... man... Ik heb het tegen jou, Rooie. Oh. Ik denk dat ik het vanavond zelf maar op ga lossen. Ja, maar jij weet het misschien al. Nee. Voor ons is het allemaal best te moeilijk. Wim. Nee, moeten we zeggen wie we denken die het gedaan heeft? Wacht nog even. Ik wou Wim nog even laten trachten om nog iets meer helderheid in deze zaak te brengen. Nou, ze hadden, lid moeten zijn van de Consumentenbond. Hadden ze die lampjes kunnen laten keuren. En dan hadden ze dat geduvel niet gehad. En dan hadden wij nu vanavond thuis gezeten. Goed. Mag ik jullie dan nu verzoeken om de eerste foto aan het kijkerspubliek te tonen? Ja. Die vind je achter op je nachtkastje daar. Kies er een uit. Laat hem zien. Stop hem in je gleufje. Dus de daden, hè? Ja, hier is je gleufje. Oh. De daden. Oh. En wie je denkt na het eerste bedrijf dat het gedaan heeft. Wie je denkt. Ja, en het, die foto kan straks 20 punten waard zijn. Dus denk er niet te licht over. Nee. Daar gaan we. Ja. Waar moet hij in? Hier, het gleufje voor het nachtkastje. Ja. Hebben ze dat niet uitgelegd? Nee, absoluut niet. Tada. Ja, maar in theorie, nog niet in praktijk. André van Duin. Ja. Hij denkt Diana Willems. Carrie Tefse. Zij denkt toneelmeester Ton. En Wim Bosboom denkt ook toneelmeester Ton. Oh, denk jij ook. We zullen het over een uurtje ongeveer weten. Maar wat nu heel belangrijk is, wij gaan nu met de vraag naar de 100 winnaars. Ja, ik hoor één grote zucht. Daar komt hij, daar komt hij. Hij komt naar ons toe. U bent allemaal zeer riant in beeld. Ik wens u veel sterkte. U weet hoe het gaat. Ik ga u een vraag stellen. Antwoord is of A of B. U staat in verbinding met de computer. U drukt een knopje in. En dan horen we van de computer wie het goed heeft, wie het fout heeft. Wie het goed heeft, gaat door. Wie het fout heeft, krijgt een mooie prijs. Stilte in de zaal, thuis ook. Hoe zitten de knopjes op de afstandsbediening? A, rood links en groen rechts. Of B, groen links en rood rechts. Wilt u nu drukken, A of B? Hartelijk dank. Hier komt het antwoord. Met deze knoppen is niks mis, hè? Rood links, groen rechts. Heb je het gehoord? Hij zei het, inspecteur Maarschalk. Hij zei rood links en groen rechts. Dat wil zeggen, u had knopje A in moeten drukken. Computer, mogen wij zien hoeveel mensen dat goed hadden, hoeveel fout? Er waren 36 mensen die dat goed hadden. Een gigantische schifting gelijk in het begin al. En maar liefst 64 mensen die het fout hadden. Maar ja, het was ook niet zo'n makkelijk vraagje. Die 64 mensen die nu helaas afvallen, u krijgt deze schitterende prijs van ons. Wijze opgediend. Dank u wel. Een gigantisch segment en het bestaat uit een prachtig heerlijk kaas- en wijnpakket, alleen maar Grand Cru en allemaal lekkere kazen. En het was leuk opgebracht, maar ze moeten zo weer gauw naar huis, want het is koopavond. En dat krijgt u allemaal. En dat doen we zo. U krijgt aan het eind krijgt u een bon. En u krijgt de bon van Ron, dus als het ware. Dat je niet wordt opgedrongen met worsten die je niet lust en kazen. Maar je mag zelf kiezen te waarde van zo ruim 150 gulden. En omdat de pijn een beetje groot is, want er waren heel veel mensen die het fout hadden, doen we er ook nog namens het jubilerende weekblad een jaarabonnement bij. Dus lekker natje, wijntje bij, lekker lezen. Oké, hartelijk dank. En nu... Gigantisch
choreografisch kijkplezier in moordspel van toevallig wel het allerbeste ballet van West-Europa. En ver daarbuiten, ladies and gentlemen, de Brian Rogers Dancers. Oh yeah! Love tattooed on her back, had a mean old two-tone Pontiac. She could put you up with her attitude. She said, I just wanna lay back and be cool. She told her box shop, hot rod, Hollywood cruising trip. She found me crying in a parking lot on a Sunset Strip. She said, come, babe, I'll be good to you. I just want to lay back and be cool. De Brian Rogers Dancers, prachtig in beeld gebracht door Guus Verstraeten junior. Dat mag ook wel eens gezegd worden, hij is nog heel erg jong. En dat mannen in de hoofdrol, Tony, Warren en Robert en Jerry. En de meisjes Kim, Helen, Karen en Diana. Goed belet, hè? Ja. Jullie zijn stil heerlijk, van, hè? Heerlijk, heerlijk om naar te kijken. Wil je daar maar iets over zeggen? Nou, nee. Oh, nee, ik denk je laat het echt helemaal over je heen komen, hè? Ja, hoor. Heerlijk. Nou. Wat we nu gaan doen, beste kijkers, geachte paneleden, is we gaan het tweede bedrijf bekijken. En daar gebeurt weer van alles in die nachtclub in Amsterdam, waar de sfeer te snijden is. We gaan kijken naar de belevenissen van de illusionist Zeppelini, zijn iets wat jaloerse vrouw Lili, de toneelmeester Ton, zijn assistente Diana en de man van prinses Tara, Bob van Dam. Als die prinses Tara zijn vrouw was, dan is het wel verklaarbaar dat die man er zo kapot van is, inspecteur. Dat is een verdomd intelligent opgemerkt, misters. Meneer Bob van Dam, hoe weet u dat allemaal van Ton en Diana? Ik woon niet ver van de stad en toen ik hoorde dat Tara hier zou optreden, dacht ik, ik wil er zien. Maar toen ik er eenmaal was, kreeg ik een onbedwingbare behoefte om er te spreken. Ik wou er overhalen om bij me terug te komen. Hoe bent u achter op het toneel gekomen? Daar zit altijd de portier. Ik ben televisiereparateur van beroep, dus ik heb hem gewoon verteld dat ik de tv kwam repareren. Ik gokte maar.
Maar hij wees me gelijk de artiestenfoyer en daar ben ik dus toen naartoe gegaan. Ik stond net te bedenken waar ik Tara zou kunnen spreken toen ik twee mensen hoorde aankomen door de gang. Oké, ik ga nog even een paar stootjes oefenen. Wacht eens even, Tom. Wat ga jij met Tara doen? Begin daar nou niet over, wil je? Ik heb maar anderhalve minuut en ik wil even een keutje leggen. Jij kan maar beter naar me luisteren, gauw ook. Ik weet dat Tara weet dat jij de kas hebt getild. En ik weet ook dat ze chanteert. Oké, ze chanteert me, maar dat kan ik best zelf af. Kan jij dat best zelf af? Je komt anderhalve ton tekort over het afgelopen jaar. Als ze daar achter komen, dan beland je niet achter slot en grendel, maar met een steen om je nek in de Amstel. Ik kan het best zelf af, zeg ik toch? En dan heb ik nog maar één minuut door al dat gepraat. Wees nou even lief. Haal even een biertje voor me aan de bar. Hè? Ik moet oefenen. Oké, doe ik. Maar ik heb je gewaarschuwd. Je hebt me gewaarschuwd. Hé, hey, wie ben je? Oh, ik repareer de afstandsbediening. Is het weer oké? Goedenavond. Goedenavond. De show stond toen net op het punt van beginnen, dus ik ging de deur door naar de zaal en ik ging gewoon ergens zitten om te kijken. En ik stak meteen mijn hand op toen er een vrijwilliger werd gevraagd naar het publiek. Waar staat uw auto? Achter bij de toneelingang, een groene Ford. Wilt u de sleutels even aan meneer Musters geven? Heel hartelijk dank. Musters kijkt die auto even na. Oh, waar moet ik op letten, inspecteur? Huh? Gebruik je fantasie, hè? Waar was u toen Ton hier ging biljarten? Ik ben naar de bar gegaan. Door de toegangsdeur tussen de zaal en het toneel. Ik heb een pilsje gehaald. Niemand heeft u daar gezien? Ja, de bezoekers van de bar. Maar die heeft u naar huis gestuurd. Ja, jammer. En de tussendeur? Die is aan de zijkant van het toneel, inspecteur. Zo'n meter of 8, 9 van mijn lichtbox af. Niemand heeft u daar gezien in de buurt? Nee, Lily was toen al klaar met die lamp. Mm-mm. Tussen uw haakjes, speelt u biljart, mevrouw de Vaal? Amerikaans biljart? Nee. U, juffrouw Jan? Nee, hoezo? Nou, ik wou u even een trucje laten zien. Als u mij even wilt assisteren, mevrouw de Vaal, wilt u de gele bal even tegen de band leggen? En wilt u, meneer, even de zwarte in het midden leggen? En als u juffrouw Willems de groene daar nou eventjes bij de hoek legt? Let op! Sepp, illusie. Uh-huh. Ik raak de zwarte. De zwarte raakt de gele. De gele loopt langs de band en doet de rode daar in de hoek. Opgelet, daar gaan we. 1, 2... Inspecteur! Inspecteur! Oh. Kijkt u eens wat ik gevonden heb in de auto van meneer Van Dam. Een draadloze afstandsbediener lag in zijn reparatiekoffertje. Musters, soms, wat is dit? Dat gebruik ik voor modelvliegtuigjes. Het is een hobby van me. Dat is interessant. Dat is heel interessant. Musters. Trouwens, aardig wat schroevendraaiers ook, hè? Jawel. Wat voor bereik heeft dat ding? Pak weg zo'n 100 meter, inspecteur. En waar zat u in de zaal, meneer Van Dam? Op de eerste rij. Ja. Dat is 20 meter vandaar tot de lichtbox. Heel goed, Musters. Precies binnen uw bereik, meneer Van Dam. Binnen zijn bereik. Ik waarschuw je, wees voorzichtig met die truc. Oh. Inspecteur, ik heb alles onderzocht op vingerafdrukken. En? Niets. Niet op de lamp en niet op het hout. Dan kan ik ze zonder bezwaar aanpakken. Iemand wou zijn vingerafdrukken hier niet op hebben en heeft alles keurig schoongeveegd. Ja, dan kan hij mij wel zitten aan te kijken, maar waarom zou ik mijn vingerafdrukken moeten hebben afgeveegd? Dit zou toch zinloos zijn, hè? Ja, tenzij u de verdenking op iemand anders wou laten vallen. Op iemand anders? Nou ja, goed, dit hoofdstuk begrijp ik. Iemand zet die lampen erin. Tussen haakjes, kon u zien dat die lampen verwisseld waren vanaf het punt op het toneel waar u stond? Nee, inspecteur, kijk, ik sta hier met al dat licht op mijn gezicht. Ik zie alleen maar, het is rood of het is groen. Trouwens, ik heb er ook de tijd niet voor. Totdat ik die twee zwaarden in mijn handen heb. En dan steek ik.
Of ik steek niet. Ja, ja, ja. Dat klinkt redelijk. Ja, nou zitten we nog even met die twee paneeltjes, hè. Stel, iemand wil die lampen verwisselen. Had de paneeltjes eruit, zet ze opzij. Verwisselt de lampen. Zo. En laat die paneeltjes weer in de gleuf zakken. Waarom zou iemand die paneeltjes er verkeerd om in doen? Ik heb een idee, inspecteur. Kleurt beter bij de lampen. Jongen, 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 misters. De bedoeling was toch om geen argwaan te wekken. Iedereen die aan de achterkant van die lichtbox stond had kunnen zien dat die paneeltjes verwisseld waren. Of had op zijn minst kunnen denken, hé. Hey. Ik heb anders niks gemerkt en ik stond hier toen het gebeurde. Ja, ik ook, niks gemerkt. Ik zou het gemerkt moeten hebben natuurlijk, maar ik lette net op Sepp. Ik hou namelijk zo van dat nummer. Ja, kijk maar niet zo naar mij. Ik stond op het toneel van al die sloten te rammelen. Oh ja, waarom zou je eigenlijk uw naam zo onduidelijk toen ik vroeg wie u was? Ik wou niet dat Tara zou weten dat ik het was. Ik wilde haar niet uit haar evenwicht brengen. Ja, uit haar evenwicht, zegt dat wel. U bent dus die vreselijke man in haar leven. Heeft ze me wel eens over verteld. Ik wilde alleen maar dat ze bij me terugkwam. Het is wonderbaarlijk waar mensen toe in staat zijn als hun geliefde niet bij ze terugkomt. Ja. Tussen haakjes, meneer Van Stralen, is dit het flesje bier waar u om vroeg eerder op de avond? Wat? Oh. Ja, dat klopt. Ik ben de enige die uit een flesje drinkt. Nou, nee, wacht eens even. Ik heb ook een slok genomen uit het flesje, hoor. Toen ik hier vanavond bezig was met een truc. Illusie, schat. Ja, lieve. Illusie. Wat maakt dat nou uit? Het was mijn flesje bier, hè? Niks, geen illusie. Dat is zeker. Maar waar ik niet zo zeker van ben, is of die vulpen die u in uw zak heeft een vulpen is, of een schroevendraaier. Ik moet zeggen, ik heb alle vertrouwen in inspecteur Maarschalk en regisseur Mustert. Hebben jullie dat ook? Ruiken jullie onraad? Wim? Geen nee. Idee nog? Nou, kijk, wat mij opviel is dat die, hoe heet ze, Diana Willemsen. De vriendin van de toneelmeester en assistente, die is kleurenblind. Zo, dat is nogal een boute bewering. Die heeft namelijk die biljartbal, toen zei hij, doe daar de groene biljartbal. En toen deed ze de rode. En de inspecteur doet net of hij niks weet, want hij zegt zwart tegen geel tegen rood. Het is mij niet opgevallen hoor, maar... Alleen, dat zou volgens mij aantonen dat zij niet schuldig is. Want anders verwisselt ze de boel door de war. Als ze bezig is met die... Dat is heel scherp van je, Wim. Vind je niet? Zo had ik het nog niet gezien. Dus ik wou voorstellen om een prijs in te stellen, of punten te geven... Voor als je het goed hebt, Piet niet is. Goed, nou, misschien volgend seizoen, als we ooit zover komen met deze kijk dicht. Als jij dat griepje hebt. Ja. Geachte panelleden, Wim Bosboom, jullie krijgen nu de gelegenheid om je uit te spreken over een scène die je nog even terug wil zien. Het mag een scène zijn van zo'n pakweg 30 seconden. O jee. Wim, welke scène zou jij graag terug willen zien? Van die biljartbal. De biljartbal, nog een keer? Nog een keer zien, of het echt zo is. Mevrouw de Vaal, wilt u de gele bal even tegen de band leggen? En wilt u, meneer, even de zwarte in het midden leggen? En als u je voor Willems de groene daar nou eventjes bij de hoek legt? Let op. Sepp, illusie. Ik raak de zwarte. De zwarte raakt de gele loopt langs de band en doet de rode daar in de hoek. Opgelet. Ja, ik zag het nu ook. Maar het zegt natuurlijk niet zoveel. Hij heeft een sigaar in zijn mond, dus hij spreekt onduidelijk. Nee, dat is het niet. Nee? Je moet ons niet in de war brengen, hè? Ik doe niks. Ik probeer je alleen op gang te helpen. Nee, een maar beetje. Ze weten er alle twee vanaf. Daar ben ik van overtuigd. En dat kan je zien aan de manier waarop ze die bal er neerlegt. Volgens mij zit er iets... In die bal. In die bal.
Ja, dat in die groene bal. Een zender. En daarom legt ze de rode neer, want als de inspecteur door zo'n bandengeval waar ik geen verstand van heb, die groene zou raken, dan zou het effect gebeuren. Ja, ja. Kan niet te geloven. Kan je. God. Nou, ik, welke scène wil je graag zien? Juist. Eigenlijk hoef ik niks te zien. Oké. André, ja? Welke scène wil je graag zien? Ik wou graag zien dat ze die slang uit de brandkast halen. Jongens. Nee, ik wou graag zien dat, dat Diana, het moment, dat leek mij een heel dramatisch moment, dat zij de gimpie vastmaakt. Zij staat op een gegeven moment, staat ze de gimpie vast te knopen. En dan, ja, ik weet niet, was maar ik vond die houding leuk. Nou. Ik weet er ook verder geen verklaring voor. Oké. Okay. Nou. Hoe dramatisch maakt Diana haar gimpie dat gedeelte vast en in welke houding doet ze dat? Wordt u vroeg wie u was? Ik wou niet dat Tara zou weten dat ik het was. Ik wilde er niet uit haar evenwicht brengen. Ja, uit haar evenwicht, zegt dat wel. Ja. U bent dus die vreselijke man in haar leven. Heeft ze me wel eens over verteld? Ik wilde alleen maar dat ze bij me terugkwam. Het is wonderbaarlijk waar mensen toe in staat zijn als hun geliefde niet bij ze terugkomt. Tussen haakjes, meneer Van Stralen. Ja. Ja, duidelijk hè. Ja. Was het A, haar linker gimpie of B, haar rechter gimpie? Het was haar linker gimpie. Ja. Goed. Dank je. Je hebt het nu gezien? Ja. Je gaat het ons nog niet vertellen? Nee. Nee. Oké. Okay. Dan gaan we nu vragen of jullie de foto willen plaatsen. Het moet één mens zijn, hè? Mogen er niet twee zijn, hè? Met de foto's is het voor de duidelijkheid beter altijd als je één foto neerzet. Oké, okay, boy. Dan kan je aan het eind, in je motivatie, kan je nog alles kwijt wat je wil. Ja, maar en dat dan, zal weer niet gering zijn, Kar. Dan hoeft het niet meer, hoor. André van Duin, denk voor de tweede achtereenvolgende keer Diana. Karin Tefse, die denkt toneelmeester Tom. En Wim Bosboom switcht van Tom naar zijn vriendin Diana. Deze foto is aan het eind van het programma 20 punten waard, als hij goed is. Wij gaan nu naar de 36 mensen. Dat is niet veel, maar daarentegen wel erg weinig die het goed hadden. Ja, was een moeilijke vraag, hè? Rood links, groen links, verschrikkelijk. Deze vraag is zo mogelijk nog moeilijker. Let er goed op. Alleen die mensen, die 36, die nog in het spel zitten, maar dat weet de computer, dus daar hoeven we niet al te lang aandacht aan te besteden. De vraag luidt, waar bevindt zich de tussendeur? A, tussen de zaal en het toneel. B, tussen de bar en het toneel. Wilt u nu de knopjes indrukken? Dank u vriendelijk. Hier komt het verlossende antwoord. Ik ben naar de bar gegaan. Door de toegangsdeur tussen de zaal en het toneel. Ja, je moet niet alleen goed kijken. Je moet bij een moordspel ook heel goed luisteren. We hoorden Diana zeggen, zij was naar de bar geweest en ze ging door de tussendeur tussen de zaal en het toneel. Wat zegt de computer? 24 mensen hadden het fout. Jullie hebben ook niet veel geluk vanavond. 12 mensen hadden het goed. Hartelijk dank. Voor die mensen die het fout hadden, is hier Josje. Tada! Josje draagt hier de wereldberoemde Hupman. De Walkman, de enige echte die ook onder water en in bad, onder de douche en in de regen doet. En die is voor alle mensen die het fout hadden een schitterend cadeau. We hopen dat u er blij mee bent dat er weer een beetje muziek in uw leven komt. Hartelijk dank. Josje, jij ook bedankt hoor. Dames en heren. 12 mensen zien wij straks terug bij de volgende vraag. Maar ik moet eventjes iets vertellen. Ik kom nooit in een nachtclub. Bijna nooit, maar voor deze aflevering heb ik dat wel gedaan. En ik heb in die aflevering heb ik die Zeppalini een gigantische act zien doen. Het is ongelooflijk. Ik weet niet meer precies hoe het gaat, maar hij begint om aan de zaal te vragen. Hij loopt dus zo naar de zaal toe. En dan zegt hij tegen die mensen daar in de zaal, is er misschien iemand die een creditcard heeft? Nou, fijn. Ja, ik heb een creditcard. Nee, sorry. Ik vertel even. Ja, nou ja, kom maar. Zullen we het doen? We gaan het gewoon proberen. Ja, kan dat? Kan doen? Dag meneer. Oké.
Uw creditkaart, ja, mag ik die even zien? Het wordt verschrikkelijk, want ik heb die nog nooit gedaan, maar die Zeppelini die deed daar iets heel leuks mee. Dit is uw creditkaart. Dat beweert u. Hoe is uw naam? Peter Jansson. We gaan even kijken. Ja, dat klopt. Meneer Peter Jansson. Schitterende creditkaart. Zou u zo goed willen zijn om de vier laatste nummers even aan de kijkers thuis te vertellen? 6789. 6789. Ach, Josje, zou jij even hier willen komen voor de duidelijkheid dat we die cijfers even in beeld noteren, hè? We willen niet dat er later 6789. Dat klopt, hè? 6789. Jansson gezien, 6789. Josje, dankjewel. Dan zegt hij, Zeppelini, dankjewel Josje, heb ik ook gezegd. En dan zegt hij, is er misschien iemand in de zaal die bij een bank werkt? U mevrouw? Komt u even naar beneden? Ja? Moest een beetje vrouw zijn met autoriteit. Ja, u mag best even een applausje geven. Deze jonge vrouw, geheel onvoorbereid. Goedenavond. Hoe is uw naam? Marianne Westra. Marianne Westra. U kent meneer Jansson niet? U kent mij niet? Nee, dat het niet doorgestoken kaart is. Het gaat om een creditkaart, hè? Geen doorgestoken kaart. Wilt u even controleren wat hier staat? P. Jansson. P. Jansson, dat is hij. Wilt u de cijfers even oplezen? 6789. Ja, klopt. Nou, tot zover gaat hij goed. Wat denk je wat hij dan doet, die Zeppelini? Hij loopt naar het midden van het toneel. Loop even mee. Het is voor de truc niet belangrijk. Maar de kijkers thuis vinden het zo leuk als u veel in beeld bent. Kijk. Hij pakt een schaar. Wat gaan we doen? Nee, geen rijntje. U bent bezorgd? Ja, behoorlijk. Ik ook, want het is de eerste keer dat ik het doe. Wil u even de handen vouwen? Nee, zo ophouden. Ja, kijk. Kan niks gebeuren hoor. Tenminste, het ging daar goed. Dus waarom zou het hier mislukken? Ja, ik krijg het er warm van, dus. Ja, ik ook. Hij knipt de creditkaart in mooie gelijke partjes. Dat gaat heel makkelijk met deze. Maar het is dan ook een flinke schaar. Alsjeblieft. En dan heeft hij hier een antieke koffiemolen. Waarom weten we ook niet, maar hij staat er. Kijk, hier komt de koffie in door het malen. Hartstikke gezellig, een ouderwetse koffiemolen. Het laadje gaat hij erin. Wat doet hij dan? Dan vraagt hij aan zijn assistente Marianne Westra, wilt u zo goed zijn om al die partjes hier in de koffiemolen te doen? Ja, doe maar. U wordt een beetje wit. Is niet erg. Variété. Goed. Nou, dan wordt het plotseling heel gezellig op de bühne. Want dan gaat moeder de vrouw appeltaart bakken. Vader gaat koffie malen. En het is ouderwets knus in huis. Even door, maar. Zo. Kan niks gebeuren, niet bang zijn. Kijk, dit is uw creditkaart. Was? Is goed, hè? Dit is nog een echte ouderwetse goede koffiemolen. Wilt u de creditkaart zo in uw zak doen, of? Nou, denk liever maar met me mee hoe ik mijn creditkaart terugkrijg. Ja, wat dan? Ja, nou, wat hij dan doet, Zeppelini, ja, ze kunnen hem nou lekker niet zo makkelijk jatten, hoor. Dat scheelt. Hij pakt een ouderwets steelpannetje. Gewoon een steelpannetje, je kunt het thuis ook doen. Daar deponeert hij de creditkaart, of wat er dus van overgebleven is, in. Vervolgens laat hij zien. Ja, is die kaart nog iets waard? Nee, helemaal niet. Totaal niet? Nee, helemaal waarom niet? Er staat niks meer op. Nee, dat is waar. Het zit er wel in. De kaart zit in het pannetje en flambé over flaké. Au. Loop even mee. Hij loopt naar een hoek van de bühne en daar gebeurt dit. Hoppa! Au. Bang! En kijk eens! Oh, wat leuk! Dank u wel! Fantastisch, dank u! Kijk eens wat daar per luchtpost naar beneden komt. En wilt u even de laatste vier cijfers opnoemen? Marianne. 6789. Is dit uw creditkaart? Ja, inderdaad. 6789. Dat waren de cijfers die hierop stonden. Is ongelooflijk, hè? Hoe doet hij het, die Zeppelini? Voor mij een raadsel. Hartelijk dank. Jansson. Marianne. Tot ziens.
Bloemen voor jullie. Tot ziens achter het loket. Kom maar even mee. Ja, je snapt het niet. Hoe doet zo'n man het, hè? Zo'n Zeppelini. Geweldig. Gaat weer een beetje weer. We gaan er nu het derde drama beleven. Want we moeten zorgen dat we daar nog steeds bij betrokken blijven. Want het is nogal niet wat. Inspecteur Maarschalk en rechercheur Musters. Zullen zij dit drama tot een goed einde brengen? We gaan er nu naar kijken. Dit kunnen wij beter even in bewaring nemen. Vingerafdruk, inspecteur. Alsjeblieft, Musters, laten we het simpel houden. Hè? Verlies het niet. Laten we even teruggaan naar het punt waar u de lichtkast klaarzette. Goed, ja. Nou, we waren nogal aan de late kant, dus Zepp ging naar de konijnen. Waarom doe je toch al die moeite? Niemand zit toch met zijn fik aan dat ding? Jij nou met jouw zaken van stralen, doe ik dat met de mijne, hè? God, wat een rotting is dat toch. Alleen die van Diana dan, hè? Die automaat, die past hem niet. Tuurlijk, hier, gaat een stuk vlugger. Oh, wat een leuk ding. Gewoon schroef erin en drukken. Schroef erin en drukken. Wat een handig ding, zo in wil ik er ook. Wat was nou die andere schroef? Hier, liefie. Zo. Je had dat ooit gedacht, hè? Toen ik in de showbiz begon als de assistente van de grote Zeppelini, dat ik hier op mijn knieën zou eindigen. Schroefjes indraaien, een kist. Zo, nou, gelukkig is deze klein genoeg. Die schroefjes zijn zo pieterpeuterig dat de meeste schroevendraaiers ze niet willen pakken. Bedankt. Graag gedaan. Ik zal er een voor je meenemen als ik weer in de stad kom. Graag, ja. God, kijk nou toch eens. Wat? Gat in mijn kous. Moet je ergens een spijker liggen? Oh, nou, sorry. Ik zal er straks even naar kijken, hè. Maar nou moeten we opschieten, want over 4 of 5 minuten begint de show. Kom, jongens. Ja, goed. Ga gauw Zep maar even helpen met de konijnen. Ze zijn op hem niet zo dol als op mij. Ja, merkt de konijn het verschil. Oh, vaak dat de konijn. Het feit is dat ik veel beter met z'n kan schieten. Zeg, ik zie jullie zo op het toneel. Oké. Okay. Ja. Ik ga even een paar stootjes oefenen. Hé, wacht eens even, Tom. Wat ga je met Tara doen? Begin daar nou niet over, Reddy. Ik heb nog maar 1,5 minuut en ik wil even een keutje leggen. Jij kan maar beter naar me luisteren. En gauw ook. Nou, dat klopte dus met wat Van Dam hier beweerde. Al heb ik niet alles gehoord. Dus u was bij meneer Zeppelini in de kleedkamer? Ja, natuurlijk was ik dat. En schat? Ja, ze was daar de hele tijd. Ja, het spijt me, maar iemand liegt. Er moet iemand terug geweest zijn naar die lichtbox... om de lampen en de panelen te verwisselen. En die iemand had blijkbaar zo'n haast... dat hij niet eens de tijd had om de schroeven erin te draaien. De vraag is nu, wie van u heeft de ontbrekende schroef? Ik. Ja. Oh. Ik vond hem op de vloer toen ik de lampen meenam voor de vingerafdrukken, inspecteur. Dank je, mesters. Nou ja, het bespaart u tenminste allemaal een visitatie aan de lijve. Waar is die kapotte groene lamp gebleven? Ik gegooid in de prullenmand in mijn kleedkamer. Waarom was dat dan zo belangrijk? Nee. Ik wou hem alleen even checken. Ga jij die lamp eens even halen, mister? Checken. Checken. Nee. Oh ja, mag ik dit apparaat even bekijken, meneer Van Dam? Is dit de aanknop? Ja, maar daar doet u niet veel mee. Ziet u? Ja, dat zie ik. Doet niks. Nee. Dus ik ga vrij uit. Ja, wacht even. Dat apparaat van meneer Zeppelini werkt op radiosignalen. Als je op de juiste golflengte zit, dan moet dat kunnen. Tja, maar hij staat niet op de juiste golflengte. Nu niet. Dus haakjes, heeft u die zakdoek al terug? Die witte zakdoek die u had verloren? Oh ja, die heb ik teruggevonden op de vloer tijdens de show. Waarschuw je, wees voorzichtig met die truc. Oh. Truc?
Illusie, schat. Ja, inspecteur, ik heb de schroevendraaier van mevrouw de Vaal gevonden en de kapotte groene lamp. Mooi. De lamp lag inderdaad in de prullenbak. Dat bewijst een deel van uw verhaal. Ja. Ik denk dat ik nu weet hoe de vork in de steel zit. De vork? Ja. Musters, breng die lamp terug, gooi hem terug in de prullenbak en als jij weer hier naartoe komt, kom dan normaal terug. Normaal. Ik heb hem nog gewaarschuwd. Hij komt nooit meer terug. Nooit meer? Ja. Een zeer verrassend slot. Verrassend slot aan het einde van dit drama. Nooit hebben we iets meer gehoord van regisseur Mustert. Ik laat jullie alleen in huiselijke kring met jullie over peinzingen, want we gaan eerst naar de laatste 12 kandidaten. 12 kandidaten. Die tot nu toe alle vragen goed beantwoord hebben. Dat is al een hele prestatie. Hallo, ben je er ook bij? Ja, uit Arnhem, hè? Goed, ik hoop dat je lekker weer treft. Dit zijn de laatste 12 mensen beneden aan de onderste twee rijen. En ik ga u de vraag stellen. En als dat antwoord goed is van jullie, dan worden jullie straks in staat gesteld om de dader aan te wijzen. Dus er hangt nogal wat van af, van jullie antwoord. Daar komt de vraag. Zeppelini heeft zijn zakdoek die hij verloren had tijdens zijn act weer teruggevonden. Waar lag deze zakdoek? Lag de zakdoek A voor de kist waar de lampjes op staan? Of B links naast de kist waar de lampjes op staan? Druk nu in. A of B. Ja? Dan gaan we nu kijken naar het antwoord. Nou, we waren nogal aan de late kant, dus Zepp ging naar de konijnen. Ja, ik. Daar lag hij. Dit is niet te geloven. Een catastrofale affaire. Ja, wat hier gebeurt. Fantastisch. Dat is ongelooflijk. Bent u bij de politie? Nee hoor. Nee, je kijkt veel naar moordspel. Ook niet. Goed. Maar kijk, het is zo dat het zou heel ongezellig zijn als jij de enige was die in de volgende ronde doorgaat. Dus we krijgen een herkansing. Er zijn iets te weinig kandidaten overgebleven, dus er komt nog een vraag. En die luidt als volgt. Lily heeft de lamp verwisseld en ontdekt een gat in haar kous. Eén van de lampen brandt dan. Is dat A, de groene, of B... We gaan nu het antwoord zien. Kijk nou toch eens. Wat? Gat in de kous. Ja, duidelijk hè. De rode lamp brandt. Nu is de vraag, wie gaat met Frans door naar de laatste ronde? Computer. Registreert 8 mensen die het fout hadden en 4 mensen die het goed hadden. Dat betekent dat er straks nog maar 4 over zijn. Die mevrouw die zucht al opgelucht. Bent u erbij? We gaan eerst het cadeau laten zien voor de mensen die het fout hadden. Prachtig cadeau. Bam, dat is dat. Schitterend. Elke week kijk ik, er ligt niks onder. Het is een zomerarrangement voor die mensen die het fout hadden. 8 van u naar Rijssen, dat ligt in Overijssel. En jullie gaan naar een fantastisch hotel met ik weet niet hoeveel sterren. Je voelt je daar een vorst, het is bovenop de Rijssenberg. Je kan er saunaaien, je kan er lekker zwemmen. De frisse boslucht. En we hopen dat jullie daar met champagne en een fantastische persoonlijke opvang een schitterend weekend hebben. Hartelijk dank Josje, hartelijk dank Noor. Naar Rijssen. Dan. Die 4 mensen die het goed hadden. Frans, kom naar voren. Frans Hopmans, dat was de man die het in eerste instantie ook goed had. En dan waren er nog 3 mensen die het goed hadden. Ja, komt u maar. 4, ja, uiteraard. Wie met Frans meegaat? Hallo, hoe is uw naam? Willemien Wesley. Willemien, je was nogal blij dat je het goed had, hè? Ja, ik zag het. Van harte gefeliciteerd. Je bent in de laatste ronde gekomen. Hoe is je naam? Erika. Erika, van harte welkom. Meneer Faber. Pieter Faber.
Wim Eijkmans. Gaan we met Josje mee. En dan nu. De ronde waarin de verdachten naar voren komen. De keiharde confrontatie tussen onze panelleden en de verdachten. En verwelkom hen met een redelijk beschaafd applausje, want tenslotte zijn ze allemaal verdacht van moord. Hier zijn ze. De grote Zeppalini. Lily Zeppalini. Diana Willems. Toon van Stralen en Bob van Dam. Wilt u alle plaatsnemen en u allen zich onderwerpen aan een kruisverhoor? En wij verwachten van u de waarheid en niets anders dan de waarheid. Ja, panelleden, jullie krijgen allemaal twee keer de mogelijkheid om vragen af te vuren. We beginnen bij Wim. Tot aan de bel, zoveel mogelijk vragen aan zoveel mogelijk verdachten. Minimaal twee. Ga je gang. Minimaal twee. De toneelmeester van Stralen, hè, heet die? Tom van Stralen. Meneer van Stralen, u heeft een schuld, of u heeft 1,5 ton achterover gedrukt. Heb ik dat goed begrepen? Nou, dat noemt u achterover gedrukt, maar zo ligt het niet, hoor. Het was een lening, hè? Ik heb daar een salaris en ja. Ik heb alle mogelijkheid om die schuld terug te betalen. Dus men praat over gestolen, maar daar is nog geen sprake van. Laat ik het zo zeggen. Wist de directie ervan dat u het had geleend? Nee, dat is waar, maar de directie is ook iemand die ik niet iedere dag zie daar. Ik beheer natuurlijk veel... Een soort verborgen lening? Zo wordt dat wel meer gezegd, maar zo kan je wel op alle slakken zout. Houdt u van Diana? Zeer veel. Diana, houdt u van Tom? Ja. Erg veel? Kent u hem al lang? We kennen elkaar 1 jaar of 5. Wat gaat er vlug, hè? Een 1 jaar of 5 kennen zij elkaar. Ja. Carrie Tefsen, aan jou. Ja, eigenlijk wil ik ook wat aan Tom vragen. Dat komt dan een beetje vervelend uit misschien. Maar ik wil zo graag weten wat hij daar staat te schrijven. Omdat het iedere keer anders is wat de goochelaar doet... Tenminste, de opstelling van de kist, dat is niet altijd hetzelfde. En ik zorg natuurlijk dat het licht goed, wat dan nu het slachtoffer geworden is, kan volgen. Dus ik schrijf de lichtstanden in, bovenin uit de kap. Oh, en die hou ik bij en die bespreek ik met Diana, want dat is mijn collega. En zij zit boven en ik zit beneden tijdens de show. Ja, ja. Maar waar oefen je eigenlijk voor als je zegt, ik moet even oefenen? Moet je een biljarttoernooi spelen of nou, zo? Nou, een van mijn hobby's is naar een café gaan. En daar heb ik een biljartclub. En daar speel ik graag. En ik zit de laatste weken in een soort competitie. En wie dat wint, die gaat mee een weekend naar Mallorca. Sorry. Serieus, graag. Wilt u vooral niet lachen, het is een serieuze zaak. Oh nee, niet kwalijk hoor. Ik hoest ook. André van Duin. Ja, ik wil eerst even confronteren of Diana inderdaad kleurblind is. Welke kleur haar heb ik? Blond. Ja, het is toch twijfelachtig, hè? Ja, het is erg aardig van je, maar het is twijfelachtig. Mijn stoplicht, welke kleur rij je dan doorheen? Je rijdt er door als het groen is. André. En dat zie je ook. André. Huh? Nou, dat is het onderste licht. Wat nou? Ja, ja. Ah, ja. Welke van die twee is groen? Ja. Ja. Wat is de groene, de linkse of de rechtse? Die. Die. Ja? Ja. Die. Ja, het is ja. We weten voldoende. Aan Tom wou ik even vragen. Die is toneelmeester, hè? Maar er lag een spijkertje op het toneel. Of een schroefje was op een gegeven moment gevallen. Waardoor Lily de kous openhaalde, hè? Als je een beetje bühnemeester bent, dan haal je meteen dat spijkertje weg. Want maar dat heb ik ook gezegd. Dat heb ik ook meteen gezegd. Ik zeg, het spijt me. Ik zal dat meteen even opruimen. Zo ja, dit. Ja. Buitenschot zijn nog gebleven Zeppelini zelf en Lily en Bob van Dam. Wim, wie wil je ondervragen? Ja, Diana nog. Dat is goed. Ja, mag dat? Ja. Diana, is er een kans dat je met hem trouwt? Ik geloof dat je in verwachting bent. Nee. Nou, daar zijn inderdaad plannen voor. Ja? Zou je echt helemaal alles voor hem over hebben?
Nou, nee, dat gaat te ver. Er zijn grenzen, maar ik heb wel heel veel voor hem over. Heel veel, om toch voor altijd bij hem te blijven. En dan zonder zorgen. Maar we hebben het heel goed. Jawel, we hebben een dubbel inkomen en het gaat ons heel goed. Een dink. Dubbel inkomen, no kids. Tot nog toe. Maar jullie, nee, maar het gaat even hierom. Hij heeft een schuld. Mag er afgemaakt worden. Helaas, Wim, er zijn regels. Bij andere spelletjes, bij Fred Oster mag het. Kan wel wezen. Nee? Kan wel wezen, dat moet Fred Oster weten. Maar wij zijn strenger. Ook wat onze kijkcijfers betreft. Carrie. Ik wil aan Bob vragen. Kende jij Zeppelini echt niet? Ik vind het ontzettend onnadenkend dat je zulke vragen aan mij stelt. Ten eerste ben ik mijn vrouw net verloren. Daarbij zat ik al in de situatie dat ik anderhalf jaar gescheiden moest leven van de vrouw waar ik erg veel van hield. Dus ik hoop dat je er begrip voor kunt opbrengen dat ik op het ogenblik niet op dat soort dingen kan ingaan. Ik ben nogal geëmotioneerd. Ik begin je heel anders te kennen nu. Kan je bij jou de tijd denken? Oh, ik ben nog bezig. Ja, nou, de vraag gewoon aan... De vraag niks. Hier, heb je hetzelfde goed. Als ik had. Een hele goede vraag, Kaart. We gaan naar Oscar. André, de laatste mogelijkheid. Meneer Zeppelini. Attentie, ja, hoe lang kent u uw vrouw al? En wij zijn onlangs hebben we getrouwd. 23. En hoe lang kenden die assistenten? Sinds. Sinds bij ons in het nummer zit. Sinds bij ons in het nummer zit. Hoe lang zit je het nummer nu? Ze heeft twee seizoenen meegedaan. Vond uw vrouw het leuk dat er een nieuwe assistent kwam? Waarom nam u een assistent? Waarom bleef u niet bij uw vrouw? Als assistent? Ik ben nog steeds bij mijn vrouw. Ja, maar niet als assistent in de gok? Het is, Hij had mij gewoon nodig, hè? Gewoon nodig. Illusie. Ja. Ja. Voor de illusie is het beter als je... Illusie noemt hij dat. Hè, schat? Bob, was jouw vrouw een echte prinses? Of waar je mee samen gewoond? Dat is een echte prinses. Wel. Voor jou wel. Geert erom. Ja. Toch een beetje een poëtisch slot aan deze keiharde ronde. Voor hem was zij toch wel een prinses. Hartelijk dank, verdachte. Panelleden, heel erg bedankt. We gaan straks vragen om jullie derde foto in de envelop te doen. Maar voordat we dat gaan doen, André. Even iets anders. Wil je even gaan staan? O jee. Ja. Mag ik dit even van je aannemen? Ja. Dankjewel. Je pen ook. Hier. Stop, dat is goed. Oké. Fijne jongen. Kom eens hier. Je zat natuurlijk een beetje sip te kijken. Je denkt, nou ja, ze hebben voor me gezongen, Maar ik ben nou jarig en 40 jaar is niet niks, dames en heren. Nee, het is niet niks. Maar, je hoeft er niet over in te zitten. We hebben heus wel iets voor je. Want we houden allemaal een beetje van je. En hoeveel we van jou houden, gaan we je nu laten zien. Kijk maar. Ja. In minder dan een week werd André een begrip. We lopen André. We lopen André, want hij wordt 40 jaar. We lopen André. Als je vrienden komen wij hier bij elkaar. Hij heeft niet voordat je het weet, voor de carnaval gereed. En dat haalt meteen de top, ook al slaat het nergens op. Op een live is of playback, hij blijft steeds knettergek. We komen voor André, we komen voor André. We komen voor André, want hij wordt 40 jaar. We komen voor André, we komen voor André. Als we je vrienden komen, dan heb je bij elkaar. Alleen het 20 jaar, nog vrienden. We komen voor André, we komen voor André. We komen voor André, want hij wordt 40 jaar.
Vaak is ze wel bruin, maar nooit wordt die geen schuin. Dit maakt André weer een hit. We komen voor André, we komen voor André, we komen voor André, en dan blijven we weer aan. We komen voor André, we komen voor André, als we hier vrienden komen wij en bij elkaar. In hart verwarmend, hè? Zo, dat scheelt me een hoop visite, zeg. Fantastisch. Nou, ik zal het nu maar zeggen. We hebben 3 autobussen. We gaan straks al een beetje mee naar huis. Vind je gezellig? Ik ben gezellig. Oké, maar... Kijk, dit is toch even een moment, hoor. Er zijn een aantal onder ons. En ik zal je straks het lijstje geven voor wie er aan meebetaald hebben. Alsjeblieft. Voor jou. Dank je. Fijne, jarige Job. Maar goed. Zullen we even helpen? Nou ja, graag. Allee. Ik ben niet zo handig in die dingen. Oh. Rustig. Het is een symbolisch cadeau. Ja, het is nog hartstikke duur. Een clown. Hoe moet dit? Die komt uit Montmartre in Parijs. En de gebruiksaanwijzing zit erbij. Van harte gefeliciteerd. Oh, ja, leuk hè. Maar we gaan straks echt met je naar huis. Ik hoop dat je erop gerekend hebt. Tuurlijk, tuurlijk. Goed. Tuinfeestje kan altijd zijn. Een tuinfeest. Gezellig. Ik spring hem gelijk in de open haard. Panelleden, we moeten weer terug naar het drama, ja, waar we voor gekomen zijn. Willen jullie zo goed zijn om de derde en definitieve keuzefoto in de envelop te doen? Die gaan we nog niet onthullen. Je moet het zo doen dat wij het niet kunnen zien. Oh, kijken. Even niet kijken, collega panelleden niet kunnen zien. Dus doe het discreet. Ja, en een klein beetje zo heel goed, Wim. Ja, dat is heel discreet. Met een groot ding. Dat van jou niet anders verwacht. Ja. Carrie ook. Altijd uitbundig. Carrie ook. Ik zit hier te foefelen en te harnessen. Ja, ik heb hem. Hartelijk dank. We komen zo bij jullie terug. Maar nu gaan we eerst naar onze kandidaten. De laatste 5 mensen die nog over zijn in Moordspel. En daar staan ze iets wat bedremmeld. We gaan even met ze kennis maken. Pieter Faber. Erika de Jonge. Erika de Jonge. Willemien. Willemien. Tijd niet gezien. Wim Eijkmans. Hallo Wim. Je hebt een beetje koude handen. En dit is de man die de eerste vraag al goed had. Frans Hopmans. Veel sterkte. De komende minuten zullen niet makkelijk voor jullie zijn. Maar ik blijf bij je. En waar kan, zal ik je helpen. Nu het moment. Ga staan achter de dader van je keuze. Nu. Wat doen ze? Ze baaieren uiteen. Ze lopen naar verschillende richtingen. Pieter gaat achter Bob van Dam staan. Ze nemen allemaal een andere, behalve die 2 heren daar. Goed. Dat weten we. Maar dan nu... De mening van het Nederlandse kijkerspubliek. De mannen van de Nationale Posterijen. Goedemiddag heren. Met open vizier treffen we elkaar. Jullie hebben razendsnel al die kaarten gesorteerd. Die tienduizenden kaarten. En hier komen ze. Het zijn ze niet allemaal. Maar symbolisch geven zij de verhoudingen weer. Bij de heer Cepalini zelf een gigantische hoeveelheid, mogen we wel concluderen. Bij zijn lieve vrouw Lily al een heleboel minder. Bij de assistenten van Ton, Diana, ietsje meer dan bij Lily. Bij Ton alweer veel meer. En de kijkers in Nederland dachten dat Bob van Dam toch wel heel erg verdacht was. Oké, kandidaten, als jullie niet achter de juiste dader staan... Dan krijgen jullie toch een hoofdprijs en dat is deze video 8-camera. Dankjewel, joh.
Daar staan ze. Alle kandidaten. En het is een heel makkelijk cadeau, want je kan er zelfs prachtige speelfilms mee maken. Je hoeft niet zelfs scherp te stellen, dus een kind doet de was. Twee cadeaus in één, hij is helemaal af. En dat staat er ook op, autofocus. Dankjewel, Josje. We weten de mening van de kandidaten, we weten de mening van Kijkend Nederland. Panelleden, mag ik jullie verzoeken om nu de foto uit de envelop te halen? En laten zien? Graag. Wim, waarom Diana? Ze heeft heel opzettelijk gedaan alsof ze kleurenblind was, dat ze dus niet zou kunnen doen. Daarna hebben we bij die Marijke, maar die heet Lili, die had een gat in de kous, omdat er een schroef of zoiets was blijven liggen, of een spijker. Nou, dat heeft Diana ook. Dus ja. Ze heeft om... Ten einde te voorkomen dat Tom erin stinkt met die anderhalve ton, heeft ze degene die chanteert, dat is dus die prinses, willen doden en dat op die manier indirect gedaan. Voor jou is de zaak zo klaar als een klontje. Klaar als een klontje. Wil je de foto neerzetten? Waarom Tom, Carrie? Vanwege chantage. En Diana wist er wel vanaf, wilde hem redden, deed daardoor allerlei handelingen, maar hij stuurde haar weg. En deed alsof hij ging biljarten, maar ging als de donder de boel omruilen. Ja, idee hoor. Zet je foto neer. Ik blijf erbij, hè. Consequent, ja. Diana. Waarom, absoluut. Ray? Nou, omdat ik dat spijkertje op de grond, of dat schroefje, wat dus de ton heeft laten liggen. Dus daar heeft Diana, ik zeg steeds, ja, dat is niet goed. Diana heeft daar dus die spijkerbrug mee opengehaald. Dat heeft ze gedaan nadat Lily dat gat in de panty heeft gehaald. En ja. Dat was eigenlijk, ik vroeg heel stupide om een stukje film uit het gimpje vastmaken, maar nu ik daar later over ga, ik denk eigenlijk een gekke keuze, want daar zit het volgens mij in. Fantastisch. Ja, dank je. Bedankt, inspecteur Van Duyck. Dat zijn de plaatsjes van onze panelleden. Dan nu graag de oplossing. Goedenavond, wachtmeester tweede klasse, meneer De Rooij, hartelijk dank. Hoofdinspecteur, Jonge Jan, hartelijk welkom. Dit is de oplossing, hij komt uit de kluis. Jazeker. Wilt u in de buurt blijven voor u weet wat ik bedoel? Dank u wel, heren. Hier is de oplossing in de verzegelde envelop. Ik ga nu de envelop openmaken. Ik ben een beetje gespannen, maar het is ook logisch. Onder deze omstandigheden. Bob van Dam. Hij is door zijn mooie Tara in de steek gelaten. Plotseling doemt hij op met achterin zijn auto allerlei technische apparatuur. Vreemd. Alleen Pieter Faber denkt dat hij het gedaan heeft. Ton van Stralen in het nauw omdat hij anderhalve ton ontvreemd heeft. Als er ooit een motief voor moord was en chantage. Alleen Willemien denkt dat hij het gedaan heeft. Diana Willemsen. Haar vriend zit in de knoei en ze houdt erg veel van hem. Eén kandidaat denkt dat Diana het gedaan heeft. Lili Cepalini. Jaloers op de mooie prinses Tara die haar rol heeft overgenomen. Niemand van de kandidaten denkt dat Lili de dader is. En dan Cepalini zelf. Als de dood dat zijn levenswerk, zijn act hem ontfutseld wordt. Zowel Wim als Frans denken dat Cepalini het gedaan heeft. Kandidaten, je hebt gezien wat het Nederlandse volk denkt. Je hebt gezien wat het panel denkt. Wil je wisselen? Willemien, Pieter, jullie blijven staan? Oké, dan gaan we nu vragen... Wie is onschuldig aan de moord op prinses Tara? Cepalini! Onschuldig! Want als Cepalini prinses Tara had willen vermoorden, zou hij dat dan doen op het toneel waar iedereen dat kon zien? Zep was de ster. De bediening van de apparatuur, dat liet hij aan anderen over. En het zou heel
vreemd zijn, het zou erg opvallen als hij zelf aan die lichtboksen had zitten knoeien. Zeppelini is onschuldig, dat betekent Wim en Frans dat jullie allebei een video 8 camera krijgen. Ik hoop dat jullie daar moorddadige speelfilms mee maken. Hartelijk dank. Ga met Noor mee. Wim en Frans. Wie is er nog meer onschuldig? Bob van Dam. Bob van Dam wilde zijn vrouw terug. En als je je huwelijk wilt redden zoals Bob blijkbaar wil, is het vermoorden van je vrouw niet de slimste methode. En waarom zou hij zo gretig het toneel opkomen om ernaast te gaan staan als het gebeurde? Bob van Dam is beslist onschuldig. Pieter, jij hebt beslist een video 8 camera gewonnen. Ik hoop dat je er blij mee bent. Ga met Josje mee. Wie is er nog meer onschuldig? Lili. Zij bediende de lichtbox. En als zij de lampen zou verwisselen, zou ze dan de panelen toch niet verkeerd om weer in. Zou ze de panelen toch niet verkeerd om weer in doen? Zo'n domme fout. Lili was jaloers op Tara, maar zij heeft haar niet vermoord. Nee, hoor. Lili Zeppelini. Goed. 3 mensen zijn onschuldig. Wij hebben nog 2 verdachten over. Diana en Tom. Kandidaten? Erika staat achter Diana en Willemien staat achter Tom, de toneelmeester. Als je het goed blijkt te hebben straks aan het eind van het programma, dan win je deze hoofdprijs. Waar al deze mensen je persoonlijk zullen verwelkomen. Je gaat naar de Taj Mahal, een van de 7 wereldwonderen. Je brengt een bezoek aan de hoofdstad Delhi. Je komt in Bombay, je komt in Kashmir. Je praat met slangenbesweerders en je maakt een schitterende, onvergetelijke tocht op de rug van een olifant. En je komt aan de parelwitte stranden van Goa. En je wordt heel erg voorbereid door de mensen van het India's verkeersbureau in Brussel. Van tevoren zullen ze je alles vertellen voordat je er naartoe gaat. Kijk eens even wat een culturele en schitterende culinaire dingen hier allemaal op tafel. Thank you very much for bringing it all. Thank you very much. Maybe we can take it to André's verjaardag later on. Thank you. En kijk eens, world's favorite airline. Tricia, good evening. Wij houden al een beetje van haar, want ze is hier elke week. Every week, we love you. Captain, thank you very much. En dat is een kans om die hoofdprijs te winnen. Maar, if you would be so kind to step a little bit over to the left side, for the kijkers to the right, want de mogelijkheid bestaat ook dat je deze hoofdprijs wint. Grijs metallic. Bravo Josje. Goed gedaan meisje. Geweldig. Kijk eens die lampjes en die strik. Het is fantastisch. Maar wie gaat deze prijs winnen? Erika, gaat het nog? Ja, het is spannend. Denk ik een van de spannendste momenten in je leven. Hoe is het met Willemien? Gaat het? Ja. Ja? Luister goed. Als Ton van Stralen de dader is, als hij de moord op prinses Tara heeft beraamd, dan sta je goed. En dan moet je alleen nog kijken welke hoofdprijs je wint. De auto of de onvergetelijke droomreis naar India. Ja? Besef dat goed. Als Diana Willems de dader is, Erika, dan sta je goed. Weet je het zeker? Ja? Willemien, denk goed na. Weet je het zeker? Wil je niet wisselen? Je krijgt nu 5 seconden de tijd. Waarom wissel je niet? Ze wisselt! Willemien! Ik hoop dat je het goed hebt.
ontknoping. Stilte alstublieft in de zaal, thuis ook. Tom heeft nogal wat op zijn kerfstok. Verduistering van entreegelden van de nachtclub. En Tara heeft blijkbaar niets gemerkt. Iets gemerkt. Diana spoort Tom aan om iets te doen. Maar tussen dat moment en het begin van de show, het enige tijdstip dat iemand met die lichtbox kon knoeien, heeft Tom maar één ding gedaan. Biljarten! Tom is onschuldig! Diana wint! Diana! Jullie winnen allebei een hoofdprijs. Fantastisch! Van harte! Heel goed. We gaan gelijk kijken wat jullie winnen. Kom maar. Want dit is toch al zo'n moeilijk moment. Willemien, Erika. Hier is de druppel die de emmer doet overlopen. Er zitten twee labels in. Of een autosleutel, of een, ja, wat het zou kunnen zijn, een ticket. Ik hussel ze maar door elkaar. Pak allebei maar één. Maakt niet uit wie het eerste pakt. Jullie hebben allebei 50% kans. Wat heb je? Auto. Een auto! Ja, ik wist dat je wel. Van harte. Je wil mij niet bedanken. Een auto en een droomreis. Een droomreis voor Willemien. De auto voor jou, Erika. Maar nu mag ik nog voor de laatste maal om uw attentie verzoeken. Diana Willems, jij bent schuldig aan de moord op prinses Tara. Waarom? Hij heeft me erin laten luizen. Hij daar. Wie? Maarschalk. Met die rare biljartballen. De ene groen, de andere rood. Ik kan het verschil niet zien, want ik ben kleurenblind. Maar ik heb er geen seconde spijt van. Ik heb het allemaal voor jou gedaan, Tom. Lieve schat, dat was toch helemaal niet nodig geweest? Wat moeten we hiermee? Nou, ik denk dat we dat aan u overlaten, inspecteur. Oh, als het aan mij ligt. Zij kunnen bij elkaar blijven, hoor. Hoe bedoelt u dat? Gegarandeerd jarenlang in de gevangenis. Hij op de mannenafdeling en zij bij de dames. Geen probleem. Geen probleem, hoor. Nee, absoluut. Maar waar beschuldigt u hem dan van? Voor verduistering van entreegelden. En zij voor moord met voorbedachte raden. Dat is nogal duidelijk. Goed. Mag ik de heren verzoeken van de sterke arm om hier in de buurt te blijven? Korsjaars. Hartelijk dank. Inspecteur Maarschalk, zou u zo goed willen zijn om met mij mee te lopen om de trofee uit te reiken aan de panelleden? Ja, natuurlijk, Jochie. Kijkt u even met ons mee. Als u hier even wilt komen staan, dan zien wij drie foto's, sorry. Ja. Het gaat om de foto's, inspecteur, sorry. U heeft waarschijnlijk dit spel nog nooit eerder gezien. Nee. Drie foto's voor de juiste dader. André van Duin heeft de maximale score van 100 punten. Geen punten voor Carrie, het spijt me. En 80 punten voor Wim Bosboom. De trofee gaat naar de jarige Job, André van Duin. Hier is de trofee. Dankjewel. Mag ik hem geven? Ja, graag. Grote eer. Zeer fijne speurneus. Dank u. Dat was voor de panelleden de trofee. Inspecteur Maarschalk, ik wil u hartelijk bedanken. Er rest mij nog één vraag. Heeft u ooit nog iets vernomen van rechercheur Mustard? Mustard? Nee, gelukkig niet. Nooit. Nooit meer iets van gehoord. Dit was Moordspel. We hopen dat u een fantastisch weekend heeft. Dat u volgende week weer kijkt. Vrijdagavond om 8:30. Vanavond krijgt u nog beelden te zien van die aflevering. De vijfde aflevering van Moordspel. En wij allen wensen u een heel plezierig weekend. Dank u wel voor het kijken. Inspecteur Maarschalk werd gespeeld door Koen Flink. Op Abspoel was rechercheur Muster. Tom van Stralen gespeeld door Manfred de Graaf. Dankjewel, Manfred. Liz was Diana Willems. Dankjewel. Dat is wel.
Hans Cornelissen. Hij speelde Bob van Dam. Marijke Merkens was Lily Cepalini. En Piet Reumer was de grote Cepalini zelf.